Het Surinaams Nationaal Infrastructureel Project, het zogenoemde Dalian 4-project, is begonnen. Het startsein is vanmorgen gegeven te Paranam op de hoek van de Afobakkaweg en de weg naar Kaimangerasi. Districtscommissaris Armand Jurel van Para gaf aan dat dit project een samenwerking is tussen de Surinaamse en Chinese regering. De directievoering ligt in handen van het consortium Sinecon Sintec Company. Het project houdt in de rehabilitatie van het weggedeelte van de Afobakkaweg naar de hoek Meursweg Highway. De werkzaamheden zullen de komende 4 maanden in de avonduren tot in de vroege ochtend worden uitgevoerd. Dit project is een krachtige impuls voor diverse ontwikkelingen van Suriname. In het algemeen en in het district Para in het bijzonder. Duizenden voertuigen zullen zorgen voor snelle communicatie en transport van personen en goederen op onze wegen. Voor de handel, investeerders, ondernemers en voor de bevolking zullen de wegen voldoen aan de basisprincipes van veiligheid en mag de regering rekenen op een verhoogde economische activiteit. Economic and Technical Group, Xu Mingji, bracht dank uit aan de regering voor het vertrouwen in zijn bedrijf en werd momenten daarna door president Desi Bouterse benoemd tot groot officier in de ereorde van de Gele Ster. De versierselen zijn hem opgespeld door waarnemend president Ashwin Adin. De Chinese ambassadeur Yang Xigang gaf aan dat de uitvoering van dit project van groot belang is voor Suriname. U hoort ook minister Jerry Miranda van Openbare Werken, die zegt dat de voorbereidingen van dit project in 2012 zijn begonnen. Zoals we zeggen in de Chinese gezegde, als je rijk wil worden, moet je wegbouwen. Dus dit is van groot plan om de nationale wegverkeerssituatie te verbeteren, de ontwikkelingen van de nationale economie te bevorderen en het welzijn van het volk te verhogen. Het is een nieuw voorbeeld van de vriendschappelijke samenwerking tussen China en Suriname. En uiteindelijk werd door de Exim Bank op 12 augustus 2017 werd de evacuering voor de financiering van het Dalian 4-project gegeven. Vanaf dat moment begrijpt u dat vanwege droge tijd en een paar factoren dat de race tegen de klok begon. We moesten voorbereidingen treffen, er moesten metingen gedaan worden, er moesten plannen gemaakt worden. Gelooft u me, vanuit het ministerie van Openbare Werken is er met man en macht tot in de avonduren gewerkt om zover te komen. Het project is geschat op $235 miljoen. Het is volgens mij het grootste infrastructurele project tot nu toe uitgevoerd in Suriname. En dat is hele eer. Niemand heeft het gedaan, maar wij doen het wel. Het is dus in de historie een mijlpaal. En wanneer mijn president, daar mogen we echt trots op zijn als regering van Suriname, dat we die mijlpaal in ieder geval behaald hebben. Het project is opgedeeld in 2 delen. Meer bekend als lot A en lot B. OWTNC-minister Miranda vandaag bij de start van het Dalian 4-project Paranam. Waarnemend president Adin zei dat dit project een noodzakelijke voorwaarde is voor de ontwikkeling van ons land. Het is namelijk een grote verbetering in de Noord-Zuid-ontsluiting.